Allemaal welkom. Ik kwam hier straks om 1:50 denk ik van, nou, met hoeveel mensen zullen we er zijn? Maar we zijn toch wel met een heleboel mensen, dus dat doet mij deugd dat er in ieder geval een heleboel mensen erbij betrokken zijn. Met name welkom aan de familie. Familie van Kees. Staat ook een beetje een teken van Kees vandaag. Ik ben nu sinds 1 jaar voorzitter. Vond ik op zich al heel leuk om te doen, om dat over te mogen nemen van Kees, uiteraard. En ik heb in 1 jaar tijd toch wel wat dingen zien veranderen. Dat er wat meer rust is gekomen op het gebied van, ja, dat de mensen die echt maar bij de scouting, zeg maar, betrokken zijn, hè, bij de groepen en dat soort zaken, dat dat toch nou weer meer naar boven is gekomen dan in het verleden toen er wat dingen speelden die gelukkig nou allemaal achter de rug zijn. Zoals het omzetten van de scouting naar een stichting en dat soort zaken. Een beetje organisatorische dingen waar wij als scoutingbestuur in ieder geval aan gewerkt hebben om dat dan een oplossing te brengen. Bijna 1 jaar geleden hebben wij helaas afscheid moeten nemen van Kees. En binnen onze groep begon al vrij snel door Petra het idee op te nemen om iets te doen. Om iets te plaatsen. Om in ieder geval een herkenning of een herinnering of in ieder geval iets blijvends waardoor wij toch aan Kees blijven denken. Maar ook aan het feit waar Kees voor stond. Voor scouting. En een boom symboliseert namelijk een heleboel. Een boom is dood in de winter en volop in bloei in de zomer. Je zou dat dus kunnen gaan verwoorden met verleden. Als een boom in de winter al zijn blad verloren heeft, dan kun je alleen nog maar denken. Herinneren aan hoe die er in de zomer mooi bij heeft gestaan. Zo kun jij dus ook gaan denken aan het verleden van de scouting. Want de scouting in Moergestel heeft al een lang verleden. En daar moet je heel erg trots op zijn. En dan moet je best wel eens bij stilstaan hoe je dat allemaal hebt meegemaakt en hoe je daar zelf in doorgegroeid bent. En ik wil eigenlijk Rieke vragen de tekst te onthullen die symbool staat voor alles wat binnen scouting leeft. En wat heel erg ook aan Kees herinnert. Geweldig. Scouting, verleden, heden, toekomst. Herinner, koester, ontdek. Ter nagedachtenis van onze voorzitter Kees van der Loo. Hondenbeloos wat. Ja. De grote scouting, man. Hoe moet ik deze herdenkingsboom nou precies zien? Nou, ten eerste als een herinnering aan Kees. Kees is ons bijna 1 jaar geleden ontvallen. En dat doen we gewoon nog steeds heel erg zeer. En hij heeft heel veel voor de scouting betekend. Ik durf bijna wel te stellen, als Kees er niet geweest was, was scouting niet geweest zoals wij nu scouting in Moergestel kennen. Een heel hecht clubje. Traditiegetrouw. En ja, dan willen we graag iets doen waardoor we aan Kees herinnerd worden. En een boom is daar een heel mooi voorbeeld van. Aan de ene kant natuurlijk omdat het ook op het omslag stond van het boekje wat bij de mis uitgereikt werd. Maar aan de andere kant, een boom is natuur. En een boom symboliseert door het komen en het gaan van het blad een continue ontwikkeling en groei. En dat vindt binnen scouting ook plaats. En dat was iets waar Kees heel erg belangrijk vond. Scouting moet kunnen groeien en daar moet je gewoon de voorwaarden voor scheppen. Dus je moet goede leiding hebben, je moet een goed gebouw hebben, je moet goede programma's hebben en je moet leden hebben. Nou, dat symboliseert naar ons idee heel erg de boom zelf en uiteraard ook de tekst die we verzonnen hebben op de plaquetten. Want je hebt als vereniging, en dat geldt natuurlijk voor iedere vereniging, altijd een verleden. Je hebt een heden waar je nu mee staat en een toekomst waar je naartoe gaat. Oké. Ja? Bedankt. Goed. Afgelopen vrijdag een bomvolle De Bogaert. Dit in verband met de aanstelling van burgemeester Hans Jansen. Na een welkomstwoord door de wethouders Joop van Heesik en Ineke Depman en Ad van Oort namens de fracties volgde de receptie. En wij peilden de meningen van enkele bezoekers. Goed.
jouw reactie op de benoeming van Hans Janssen tot burgemeester van de gemeente Oosterwijk? Dat het een kroon is op zijn werk, op zijn voldragen werk. Dat hij nu na 9 maanden zo burgemeester is kunnen worden hier in van de gemeente Oosterwijk. Als je hem normaal een beetje over, kunt er een goed gesprek mee voeren. En ik kom normaal op die poppenkaas, daar kom ik niet. Maar hier wil ik toch wel een dag aan, of een middag aan besteden. Hartstikke leuk. We hebben hem met de meiwandeling mogen treffen voor het eerst eigenlijk. Het was je weliswaar nog waarnemend. Want dan heeft hij de trom om zijn nek hangen en meegespeeld. Dus die kan niet meer stuk vandaag, meneer. Ja, fantastisch. Hans, die gaat ook zo met anderen om. Alsof het is van, nou, vertel het maar. Jij bent de commandant. Jij hebt ervoor geleerd. Jij hebt de kennis en ervaring. Adviseer mij. En dat waardeer ik. Dan kan ik mijn ei daarin kwijt. Maar vervolgens accepteert hij dat ook. Nou, ik vind het een fantastisch en mooie man, denk ik, voor Mariestel. En ook voor Oosterwijk. Nou, ik denk dat de gemeente Oosterwijk bijzonder blij mag zijn dat we Hans Janssen, burgemeester Janssen, nu hier in onze gemeente hebben weten te behouden. En ik heb zo al links en rechts gehoord, hij heeft er zelf heel veel zin in. En ik denk met name ook voor ons dorp Moergestel, dat we heel veel van hem mogen verwachten. Tot heden vind ik het een hele leuke man. Ja, ik heb de burgemeester een paar keer mogen ontmoeten als waarnemend burgemeester. En dat waren over het algemeen hele prettige contacten, dus ik ben er wel blij mee. Ik vind het wel leuk, ja. Hans Janssen, heel leuk, geschikte vent. Ja. Een paar keer heb ik hem nou meegemaakt en ik denk niks mis mee. Maar ja, hij zal zich moeten bewijzen in de toekomst, hè. Ik heb hem nog niet zoveel mogen ontmoeten, maar met de aftreden van Kortman hebben we een leuk gesprek met Hans Janssen gehad als waarnemend burgemeester destijds, bijna. En ik denk dat hij een ontzettend leuke man is die in ons dorp heel veel leuke dingen kan doen. Aardig man. Ik denk een gouden zet van onze gemeente. Hoe hij op MTV afgelopen week zich heeft gepresenteerd, is in één woord perfect geweest. En als ik zie wat hij voor achtergronden heeft, bestuurlijk en ook wat betreft heel de theologie, past hij precies bij het omgaan van een gewone burger in de gemeente Oosterwijk en Moergestel. Nou, hij lijkt me heel sympathiek, dus... Gaat hem wel lukken, denk ik. Ik heb er een goed gevoel bij en ik wacht het af. Ik denk dat het een hartstikke leuke burgemeester wordt. Ja. Volgens mij is het een hele aimabele man, heet hij. Aimabele man, waar goed met de paarden valt en waar Mariestel best wel blij mee moet zijn, denk ik. Nou, ik vind een normale mens dat normaal met de spreker is, gewoon stel open voor iedereen. Ik ben daar heel mee, heel erg mee ingestemd. Ik denk dat we er een goeie aan hebben. En waarom denk je dat? Nou, ik denk dat je wel iets durft te ondernemen. Dus ik denk wel dat we geen afwachtende man hebben. Dus ben benieuwd. En vorig jaar ook 4 dagen met hem op sap geweest. En ja, heel gezellig. Deed overal leuk mee. Dus ja. Als je maar kan fietsen. Ja, die zijn heel positief, Jan. Wij hebben een burgemeester die heel dicht bij de mensen staat. Die betrokken is en ook van een andere kant ook de mensen zelf betrekt bij hetgeen wat er moet gebeuren. Ja, ik ken hem van vroeger en ik heb er al als waarnemend burgemeester al diverse dingen mee afgewerkt. En hij ligt een heukel om goed. Heel goed, denk ik. Hij komt me heel sympathiek over en ik vind het gewoon een heel lief gezin om te zien. Ik denk dat het heel fijn is voor Oosterwijk. Ik denk dat wij als gemeente Oosterwijk een hele goede burgemeester aantreffen. Dat denk ik. Ja, dat weet ik wel zeker. Meneer Janssen senior, uw zoon burgemeester van de gemeente Oosterwijk. Wat vindt u ervan? Ik vind het een hele opdracht. Ik vind het een mooie opdracht. Maar wel pittig. Ik heb, dat mag u rustig weten, ik heb een oude oom gehad, die zat in de Eerste Kamer. En die heeft, toen mijn vader plotseling stierf, heeft mij gezegd, Gerard, zorg dat je nooit in de politiek gaat, want dan kun jij niet tegen, je bent te gevoelig. Maar ik was bij de installatie van uw zoon en daar hoorde ik dat hij al op 9-jarige leeftijd zei van, ik word burgemeester. Dat heeft mijn zoon gezegd, ja. Ja, dat klopt, ja. En toen heb ik hem erop gewezen dat het burgemeesterschap
dat die titel eigenlijk totaal verkeerd is. Waarom burgemeester gezegd? Dat schrikt de jongeren af, dat meester zijn. En toen heb ik gezegd, het moet eigenlijk zijn burgervader. En als je een goede burgervader bent, zowel thuis als in de politiek en in de gemeente, dan ben je waarschijnlijk voor een heel stuk geslaagd. Hans Jansen, nieuwe burgemeester van Oosterwijk. Wat verwacht jij van hem? Nou, ik verwacht vooral van hem een heel open sfeer. Dus transparante sfeer, waar ook de burgers op een gegeven moment ook weer vertrouwen krijgen in de gemeentepolitiek. En ook vertrouwen krijgen in de gemeentelijke organisatie. Zodat ze op een gegeven moment weer durven te komen in de problemen waar ze moeten zijn. Ik denk een uitzonderlijke betrokkenheid. Kijk, kermisvolk, dat is altijd goeie volk geweest. Betrokkenheid bij de gemeenschap. En ik heb begrepen dat hij daar al blijk van gegeven heeft ten tijde van het Koninginnedag gebeuren, helaas. Wat Moergestel zwaar getroffen heeft. Een burgemeester dat die midden in de gemeenschap staat, sociaal voelend is. Contact heeft met alle burgers, zowel hoog als laag. Dat verwacht ik van een burgemeester. Ik verwacht dat hij de kudde een beetje bij elkaar houdt. Een beetje gemeenschap maakt. En dan ook een beetje er succes mee heeft om een gemeenschap te maken van Oosterwijk en Moergestel. Nou, als hij zijn eigen in het Moergestelse leven kan waarmaken, dan denk ik dat het een heel goede burgemeester wordt. Ik verwacht van hem dat hij heel goed de contacten met de burgers weet te onderhouden. Zodat we een hele goede communicatie hebben tussen burgers aan de ene kant en degene die ons voorgaat aan de andere kant. Maar wat verwacht jij van de nieuwe burgemeester in zijn rol als voorzitter van de raad? Ja, daar verwachten wij heel veel van. Want kijk, Oosterwijk heeft natuurlijk een paar hele belangrijke dossiers. Dan hebben we het over de brede school, maar dan hebben we het ook over KVL. Dat is echt een groot project. En dan denk ik dat we daar een burgemeester hebben zitten die goed de weg weet om daar extra middelen voor bij elkaar te krijgen. Maar vooral die de goede partijen bij elkaar weet te brengen. Dat hij met iedereen overweg kan. En dat denk ik wel dat het ook wel lukt. Dat hij niet, dat we met alles bij hem terecht kunnen. Hij heeft een luisterend oor. En ja, dat is eigenlijk heel belangrijk. Hij luistert gewoon naar onze problemen en hij zet ze ook in werking. Ja, we verwachten van. Eigenlijk zijn eigen streven en zijn eigen motto was: doe maar gewoon en ga maar aan de gang. En daar verwacht ik eigenlijk ook van Hans Jans. Burgemeester Jansen, goedemiddag. En mevrouw Jansen, goedemiddag. Van harte gefeliciteerd namens MTV Televisie. Hoe is het geweest de afgelopen 2 weken na uw benoeming? Het is, de installatie was echt geweldig. Heel mooie plechtigheid, maar ook met humor en met een beetje ontspanning. Ook heel mooi voor de familie. Ja, en dit is natuurlijk geweldig dat al die mensen de moeite nemen om ons te komen toewensen. Dat het goed mag gaan in Moergestel, Oosterwijk en Heukelom. En vandaag vooral in Moergestel natuurlijk. Ja, maar het is wel heel druk geweest. Ja, wij hebben diverse handen geschud. Ja. Dat kun je wel zeggen, ja. Mevrouw Jansen, u staat wat minder in de belangstelling als uw man. Maar we willen toch graag weten, wat vindt u er nou van? Ja, het is gewoon geweldig om hier zo warm onder de mensen te komen. Hè? Zo'n warm onthaal. Dus ja, dan gaat het toch goed komen, hè? Zo gezegd. Ja. Maar ik heb begrepen dat u ook nog een baan heeft. U heeft een mooi gezin met 4 kinderen. Dat vergt nogal wat tijd. En dan dit er nog even bij. Ja. Maar ja, alles wat leuk is, geeft ook weer energie. Dus het is een kwestie van heel goed invullen van tijd. Hè? Goede afwegingen maken en keuzes maken soms. Maar dat gaat allemaal goed. Dus doen we gewoon. Kijk eens aan. Nou, wij wensen jullie beiden en het gezin heel veel succes in deze mooie gemeente. Dank u wel. Dank je wel hoor. Leven MTV. Ja.